Good allemaal, mijn naam is Kelvin, ook al bekend als Calvin. En welkom weer bij een nieuwe video. Wat je deed even raar. Wat je weet. Ik denk dat ze een nachtmerrie heeft hoor. Kijk eens! Hé, wie geld maakt gelukkig niks meer uit. Als ik jou in mijn armen sluit. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Een aantal weken geleden zag ik een filmpje van iemand in de United States of America. En ik vond het geniaal. En in plaats van simpelweg het idee jatten van die persoon, ga ik simpelweg het idee jatten van die persoon. Maar zeg ik het er wel bij. Want dan mag het. Een YouTuber uit Amerika, Ryan, die heeft foto's geplaatst op zijn Instagram waarin in de achtergrond Amerikaanse wereldsterren waren gestopt. En hij ging kijken of mensen het door hadden. En drie keer raden, ze hadden het niet door. Wow. En mij leek het leuk om dat te proberen met bekende Nederlanders. Dus ik ga in deze video vier foto's maken waarin ik vier bekende Nederlanders ga verstoppen in de foto. Die plaats ik op Instagram en ik ga kijken hoe Nederland daarop reageert. We gaan beginnen. Ik ben hier met mijn fotograaf. Yo. The one and only. Michael Jordan. Nee. Jordan en ik werken vandaag voor het eerst samen. Meneer, mag ik iets vragen? Mag ik een zak aardappelen voor op de foto? Zet ik hem dan weer terug? Oké. Okay. Hey, dit zijn echte piepers, man. Pak deze aardappel en ik gooi die aardappel in de lucht. Dus gaat de aandacht van de kijker gaat uit naar de aardappel. Als je dan op Instagram loopt te scrollen, denk je, oh, Calvin wil een aardappel. Super, boeiend. But now, het is tijd om de eerste aardappelfoto te bewerken. Dat doe ik helemaal zelf, want daar ben ik super goed in. Oh, wie de fuck ben jij? Wat? Oh, jij bent die editor. Ja, die van die. En pas na. Die is 4, dus laat hem met rust. Dat kind wil gewoon in de zandbak spelen, wil niet alle foto's maken. Ik wil een casual picture van Willem-Alexander. Ja, kijk, dit is echt perfect. Ram die lekker in die aardappelfoto, dan gaan we kijken of het er een beetje mooi uit komt te zien. Oké, okay. Editor, ik weet niet wie dit gaat editen. Martine? Ja. Hey, Lennart. Tot nooit meer. Daar gaan we, Wim Lex, de legend. Nou, dat wil je hem ongeveer hebben. Maar hij moet een beetje achter mijn schouder, dat je zeg maar niet, dat hij niet heel erg opvalt. Kijk, je moet wel gewoon kunnen zien dat het Wim Lex is, maar alleen als je goed oplet. Hoe groot acht jij de kans dat een van die dochters van hem mij op Instagram volgt onder een fake account en dat hij dit dan ziet en dat, ze zegt, hey pap. Dit wil ik zien. Ik twijfel nog steeds of iemand het überhaupt gaat opvallen, maar het is de eerste, dus die moet niet te moeilijk zijn. Tijd om de allereerste foto te plaatsen. De foto met mij en Wim Lex. Het is momenteel midden in de coronatijd. Dat betekent dat iedereen thuis zit. Ik zag een aantal reacties over Willem-Alexander. Mensen hebben het wel gezien. Fuck! Het is zeer spijtig. Waarom heb je Willem-Alexander in de foto gefotoshopt? Hoezo lijkt die man op dat pak achter op Willem-Alexander? Omdat het is erin gefotoshopt. Lotte! Dit zijn van die dingen die je pas mist als je ze niet meer hebt. Kijk. Er zijn ook mensen die het gewoon niet opvalt. Tijd voor foto 2. De bedoeling is als volgt. Dit is de molen van Brouwerij het Ei. Ja. Foto nummer 2. Het is de bedoeling dat er bovenop die molen mensen staan. Het enige is dat daar bovenop volgens mij nooit mensen staan. Wat voor mensen? Ze moeten op het bankje zitten. Maar dan moeten er wel mensen bij. Denk ik. Ja, dan moeten er wel even 1 of 2 mensen bij. Ik kan ook die pakken. Ja. En de rest erbij shoppen. En de voeten erbij shoppen. Oké, okay, we zetten hem op het bankje. Want de molen is echt way too small. Hé, hey, dit lijkt toch gewoon perfect. Dit zou dan ongeveer zijn. Goede grootte zijn, denk ik. Misschien dat het net kan. Misschien dat het net aan kan. Anders maken we hem net even wat groter. wat valt je op? Het is echt weird. Dit is niet verkeerd. Wat zeg ik? Dit is vrij goed. Blurtje eroverheen, noisje eroverheen. Hé hey man, creativity, netjes. Heb je zoveel geëdit? Heb ik zoveel geëdit? Heb je altijd je flash geëdit en dan alsnog. Woehoe! We zijn er. Wat heb je gedaan? Wat heb je toegevoegd? Sneller, de one and only. Snelle plangen. Ik hoop dat hij klein genoeg. Ja. Hij is sowieso klein. Maar toch opvallend genoeg is. En we hebben nog even dat lichtbalkje eroverheen. Maar dit is de cover van zijn nieuwe tune met Ronnie Flex en met Frenna volgens mij. Die sticker hebben we even op die paal geplakt. Gewoon voor de oplettende volger. We zijn inmiddels 2 weken verder. Er zit een aanzienlijke tijd tussen mijn laatste foto en deze. Waarom? Ik moest andere dingen plaatsen, zoals dit. Eén van je ouders. Uw moeder. Nee, die ander. Vader. Ja, talking about going viral, boy. Maar nu is het alweer even tijd voor een foto waarin ik aan het flexen ben. Met een banner op de achtergrond. Weird flex, but okay. Dit is shaker die toerie. We gaan hem even plaatsen. Boom! Anderhalf, ik zeg 1,5 meter. Kom hier in mijn aura, bitch. Het kan me geniaal lijken als Lars ook zelf reageert, maar dat weet ik niet. 56 opmerkingen. Ik zie lachende mensen. Ik zie. Ah!
Brian. Anouk heeft het ook. Anouk zegt, is dat sneller op de achtergrond? Die artiest ziet er wel erg gefotoshopt uit, moet ik zeggen. Die artiest ook. Je neemt niet eens de moeite om zijn naam te zeggen. Je zegt gewoon die artiest. Mensen zitten op Instagram en die kijken tegenwoordig zo foto's. Helemaal inzoomen. What up? Wat doe ik in de slaapkamer? Ga weg met je... Ga weg met je... Spam. Rotten. Maar op zich, tot nu toe, scoort hij prima. Maar misschien moeten we de volgende dan wel iets opmerkelijker maken. Gewoon nog duidelijker. Okay, ik denk dat ik gewoon zo moet zitten. Maar ik kan het missen. Misschien ook even één biertje bestel. Twee. Oh ja. Zijn hoofd toen ik één biertje zei. Je eerste keer samenwerken, meteen bier drinken onder werktijd. Jongens. Dat is echt top, man. Dat kan toch niet? Ze heeft u nog een bekende Nederlander die u wil aandragen? Doe Marco, ja. Gewoon Marco Borsato. Marco zit er ook lekker op te wachten. Al dus Jochem. Ja. Jochem van Brouwerij het IJ. Foto nummer 3. Marco Borsato, want hij zit altijd bij The Voice. Gaat hij met zijn arm daar op kunnen, denk je? Nou... Misschien inderdaad, moeten we wel weer een paar benen erbij photoshoppen, maar... Zit je gewoon een biertje te drinken in Amsterdam. Kijk je achter, je zit daar ineens. Marco Borsato, met zijn hand op eigenlijk niks. Nee. Daar moeten we nog wat op bedenken. Nee, hij valt echt mega op, deze gast. Ja, maar dit is ook wel de derde foto, hè? Dus het mag op zich wel... Kan hij niet gewoon... Doe eens maar naar beneden. Dus dat hij zo zit. Kijk, met zijn hand ook op tafel. Moet hij? Ja, hij moet hier wel achterkomen, ja. Natuurlijk, hè? Die benen laten we gewoon zitten, joh. Wie heeft benen nodig als je Marco Borsato's bovenlichaam hebt? Hij valt nog steeds wel heel erg op, hoor. Ja, maar hè, boeien. Exporteren naar het telefoontje. Kijken of het een beetje opvalt. Oh, dit gaat echt iedereen zien. Maar fuck it. Weet je, het is foto 3. Het moet gewoon kunnen. Onder de foto van gisteren moet ik eerlijk toegeven dat er vrij weinig mensen waren die door hebben gehad dat Nelle op de achtergrond aan het chillen was. Aan de ene kant ben ik daar blij om, want dat betekent dat het experiment langzaam wat vorm begint te krijgen. Aan de andere kant is het een beetje jammer. Ik had verwacht dat mijn vogels net wat scherper waren. Maar goed, we gaan daarom een foto 3 plaatsen. Marco Borsato op de achtergrond. Proost op betere tijden. Hashtag spot de BN'er. Kijk, ik ga het gewoon even mensen heel makkelijk maken, oké? Okay? Ik ga kijken of ze het doorhebben. Meer gaan we ook gewoon niet doen. Delen. 5 minuten later, dames en heren. 71 opmerkingen. Thierry Baudet. Marco Tje. Wow, Jesse Kla... Er is hier één Fatouman, Bart Koenen is één Fatouman. Ik voel een verstopte BN'ers in mijn Instagram foto's aankomen. Yep! Marco Borsato, Marco Borsato, Marco Borsato, Marco. Geef me plezier en ik zal alles voor je doen. Oké. Okay. Ik heb het idee dat niemand doorheeft dat Marco Borsato op deze foto zit. Dus we moeten nog eentje maken die overduidelijk is. Tijd voor de laatste foto. We gaan het gewoon super overduidelijk maken. Ik ga gewoon op een debiele plek, gewoon hier op het dak. Oké, okay, time for the pictures. Foto nummer 4, de ultieme finale. Deze gaan we tahan toe makkelijk maken. En daarom gaan we een heel bijzonder persoontje toevoegen. Namelijk Frankie de Jong. Nee, ja, die zetten we gewoon lekker daar. Dit is altijd wel echt een heel leuk onderdeel natuurlijk, hè? Het uitknippen. Ik denk dat ik dat ook uit de video knip. Ja, maar dat is gewoon een boy die voetbalt, denk ik. Ja. Snap je? Kom, we gaan een nog duidelijkere foto van Mr. De Jong opzoeken. Met die bal aan zijn poten, niks meer aan doen. Ja, waar gaan we hem neerzetten? Als mensen het nu niet doorhebben, nou, heb ik echt allemaal mensen met zichtbeperking op Instagram. Dan kan ik echt met Specs even samenwerken. Dit is niet op zich kan het er nog mee door, toch? Niet verkeerd, man. Niet verkeerd. Frenkie de Jong staat zomaar op het dak te voetballen. In zijn Barcelona-outfitje. Ongekend, gewoon in Nederland. Ik vind het echt niet normaal. Maar de vraag is natuurlijk, wat vinden de volgers ervan? Foto 4. De laatste foto. Overduidelijk zien wij hier Frankie de Jong doing some football. Yeah. Helemaal ready om gepost te worden. Maar Frankie staat gewoon daar in de achtergrond. Ik ga er gewoon een poppetje bij zetten met een voetbal. Dat is het. Als mensen nu niet doorhebben dat hier volledig Frenkie de Jong in de achtergrond zat te voetballen met zijn Barcelona shirtje en zijn balletje, dan weet ik het ook niet meer. Als je alleen naar mijn lelijke hoofd kijkt en die 3 gele bolletjes op mijn shirt, dan heb je het niet eens door. Dan heb je hem al geliked en dan ben je al verder geswiped. Dus, ik ben benieuwd. De foto staat inmiddels 3 uur online. We hebben een aantal opmerkingen, waaronder Frenkie.
Maak me beroemder omdat ik me realiseer dat ik mooi ben om te werken. Fucking spam shit. Waarom Frenkie daar? Frenkie op het dak. Ed Frenkie de Jong ook op de achtergrond. En dit keer Frenkie de Jong erbij. Vorige keer al Marco Borsato. Maar de allermooiste comment vind ik toch best wel een comment van Frenkie de Jong himself. Hahaha, Calvin, waarom heb je mij in godsnaam deze foto gefotoshopt? Weet je wel dat je enorme boete kan krijgen als je dat zomaar doet zonder mijn toestemming? Dus alsjeblieft haal hem eraf, want anders ben je fucking hard de lul. Bedankt voor het kijken.